RTL Nieuws. Goedemorgen, het is vrijdag 22 december. Dit is het RTL Ontbijtnieuws en ik ben Femke Wolthuis. Eerst het weer, het wordt een bewolkte, mistige dag, er staat weinig wind. Het blijft droog, het wordt zo'n 6 à 7 graden. Straks Amerikaanse mariniers aangeklaagd wegens bloedbad in Irak. Prijsvechters zijn schoner dan de grote luchtvaartmaatschappijen. En weinig verrassingen bij het sportgala. Een doorbraak in het onderzoek naar de moord op de 5 prostituees in Ipswich in Engeland. De Britse politie heeft nu een van de verdachten officieel aangeklaagd voor de moord op 5 prostituees. De man moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om de man die dinsdag als tweede werd gearresteerd. De heftruckchauffeur woonde sinds september in Ipswich. Bij zijn huis werd een donkerblauwe Ford in beslag genomen. Een van de slachtoffers is voor het laatst gezien toen ze in zo'n soort auto stapte. We've made the decision that there is sufficient evidence and authorized that Stephen Wright, born on the 24th of April 1958 of London Road, Ipswich, should be charged with the murder of Tanya Nicol, Gemma Adams, Annalee Alderton, Annette Nichols en Paula Clennell. De man die maandag als eerste werd opgepakt is gisteravond door de politie na uitgebreid onderzoek vrijgelaten. As a result of these inquiries, the 37-year-old man from Trimley was this evening released on police bail pending further inquiries. De 5 slachtoffers werkten allemaal als prostituees in de omgeving van Ipswich. Begin deze maand werden binnen 10 dagen hun naakte lichamen gevonden. Uit lijkschouwing van 2 slachtoffers blijkt dat ze zijn gewurgd. Van de andere 3 vrouwen moet de doodsoorzaak nog worden vastgesteld. 8 leden van het Amerikaanse korps mariniers zijn aangeklaagd in verband met het bloedbad in Haditha, november vorig jaar. De commandant van de mariniers wordt ervan beschuldigd zeker 13 Iraakse burgers te hebben gedood. En ook zou hij zijn ondergeschikte opdracht hebben gegeven om nog meer Irakezen te vermoorden. De commandant hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De moordpartij vond plaats in het Iraakse stadje Haditha in november vorig jaar. De Amerikanen zouden na de dood van de marinier bij een aanslag in totaal 24 burgers uit wraak hebben doodgeschoten, onder wie vrouwen en kinderen. Various charges have been preferred against 4 Marines relating to the deaths of the Iraqi civilians on 19 November 2005. Also, charges have been preferred against 4 Marines for failure to properly report and or investigate the deaths of the Iraqi civilians. These charges include murder, dereliction of duty, false official statement and obstruction of justice. Het korps mariniers rapporteerde na het incident dat een deel van de Irakezen was omgekomen bij een bomaanslag en dat de andere doden opstandelingen waren. Dat kwam ook in een persbericht terecht. We now know with certainty the press release was incorrect and that none of the civilians were killed by the IED explosion. Er zijn sterke aanwijzingen dat het Amerikaanse leger de zaak in de doofpot probeerde te stoppen. Of dat zo is, wordt nog onderzocht. Prijsvechters zijn schoner dan de grote luchtvaartmaatschappijen. Bij de low-budget maatschappij is de CO2-uitstoot per passagier lager. Dat concludeert de Consumentenbond na een onderzoek naar de uitstoot van vliegtuigen op Europese vluchten. Ryanair scoorde als beste. Oost-Europese maatschappijen doen het een stuk slechter. Prijsvechters zoals Ryanair en EasyJet maken meer gebruik van nieuwe toestellen. Die zijn zuiniger en stoten minder CO2 uit. Bovendien zitten hun toestellen dankzij de lage ticketprijzen over het algemeen goed vol. De toestellen van de grote maatschappijen gaan een heel stuk leger de lucht in. En omdat de Consumentenbond naar de gemiddelde uitstoot per passagier heeft gekeken, komen de prijsvechters met hun volle toestellen dus beter uit de bus. Alle maatschappijen zullen overigens aan het werk moeten om de CO2-uitstoot te beperken. De Europese Commissie heeft deze week besloten dat de uitstoot van vliegtuigen in 2011 aan banden wordt gelegd. En dan, zoals u dat van ons gewend bent, een klein overzicht uit de ochtendkranten. Ministers moeten niet langer leiding geven aan ministeries, maar aan afzonderlijke projecten, schrijft Trouw. 13 topambtenaren van de Haagse ministeries willen de Rijksoverheid ingrijpend veranderen. Zo moeten ambtenaren ook worden ondergebracht bij die projecten in plaats van op de ministeries.
En het AD schrijft dat het net rond Julian C., de vermoedelijke moordenaar van Jesse Dingemans, zich sluit. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft DNA-sporen gevonden van C. En dat maakt de verdenking tegen hem aanzienlijk sterker. C. blijft ontkennen. En dan de Telegraaf. Die is bang voor een tweede Enschede-ramp. Het Openbaar Ministerie waarschuwt burgers dat woonwijken werkelijk volgepakt liggen met levensgevaarlijk vuurwerk. Het OM roept de gemeente op de illegale handel aan te pakken. En Metro schrijft dat uitzendbureaus ondanks het verbod discrimineren op geslacht. De krant maakte een rondje langs uitzendbureaus door het hele land. En wat blijkt? Ze geven zonder problemen toe aan de voorkeur van de werkgevers voor een man of een vrouw. Weinig verrassingen tijdens het sportgala van het NOC-NSF in de Amsterdamse Rai. Daar kozen de aanwezige collega-sporters de sportploeg, de sportvrouw en de sportman van 2006. Dat Theo Bos de sportman van het jaar 2006 is. Hij werd eerder dit jaar, ondanks twee wereldtitels op de baan, niet gekozen tot wielrenner van het jaar, maar nu dus wel tot sportman van het jaar. Ja, ik vind het nog steeds jammer dat ik geen wielrenner van het jaar ben geworden. Maar ja, goed, je kunt er verder weinig aan doen. Net als voor deze verkiezing kun je ook weinig zelf aan veranderen. De sportvrouw van het jaar 2006 is Irene Wüst. Schaatster Irene Wüst is volgens de sporters in de zaal dus de beste sportvrouw van het jaar. Omdat ze zaterdag meedoet aan het NK Allround in Heerenveen is ze razendsnel verdwenen en staat dus niet eens op de groepsfoto. Daarom staat wel prominent het Nederlands vrouwenhockeyteam dat dit jaar voor het eerst in 16 jaar weer de wereldtitel voor zich opeiste. Nou ja, goed, als je het verdient, dan verdien je het. En ik denk dat we het nu echt verdiend hebben. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Gehandicapte sporter van het jaar is atleet Pieter Gruiters. En schaatstrainer Gerard Kemkers mag zich een jaar lang coach van het jaar noemen. Straks, vlak voor de kerst, een echte onbevlekte ontvangenis. De vrijdagochtendspits en natuurlijk het weer met de kerst. Alle geurproeven met de politiehonden van de laatste 9 jaar in Noord- en Oost-Nederland mogen niet meer worden gebruikt als bewijsmateriaal in rechtszaken. Justitie vermoedt volgens het tv-programma Nova dat de proeven niet volgens de regels zijn uitgevoerd. Mogelijk zullen honderden veroordeelden nu de Hoge Raad vragen hun zaak opnieuw te beoordelen. De gemeenteraad van Almere laat de affaire met de warmteinstallatie in het huis van burgemeester Jorritsma onderzoeken. De provincie Flevoland beschuldigt Jorritsma en haar man ervan dat ze voor hun verwarming illegaal grondwater oppompen. Volgens Jorritsma was niet duidelijk dat een ontheffing had moeten worden aangevraagd, maar ze geeft toe dat ze beter had moeten weten. En dan de beurzen. Tokio is gesloten met winst. De Nikkei-index steeg 0,3%. Kwam terecht op 17.105 punten. Verliezen op Wall Street. De Dow Jones verloor 0,4%. En de index van de technologiefondsen, de Nasdaq, verloor 0,5%. En de euro staat nog steeds op $1 en bijna $0,32. Een komodo-varaan in een Britse dierentuin is zwanger zonder ooit bevrucht te zijn door een mannetje. Dat is toch mooi met de kerst, zo'n onbevlekte ontvangenis. En dat ook nog eens een keer bij deze grootste nog levende hagedissensoort ter wereld. Haar verzorger legt uit hoe het kan. Flora, one of our female Komodo dragons, laid a clutch of eggs. Which isn't actually unusual for females in the absence of a male to lay a clutch of eggs. You've no males here, have you? No, no. So she laid eggs, right? So she laid eggs. We thought, well, there's no chance of them being fertile. But what we did is we put them in an incubator, just on a whim. And lo and behold, 3 weeks later, we opened one of them up and we saw blood vessels and a tiny embryo inside. Now, that indicated that they were, in fact, fertile. And we knew that she hadn't been with a male, been mated by a male, so we knew that she had to have produced them herself, essentially a virgin birth. This is a world first. This is absolutely the first time it's been shown in Komodo dragons, and it's the first time that such a large and charismatic species such as this has been shown to be able to have a virgin birth. What we've shown here now is that even an immature female can get washed to or swim to a new island, and from that she can basically start a brand new population. Het weer, het wordt een grijze dag. Op sommige plaatsen blijft het mistig. Op andere is het gewoon bewolkt. Het blijft wel droog en rustig. Er staat weinig wind. En het wordt ongeveer 6 à 7 graden. En het weekend en de kerstdagen geven ongeveer hetzelfde beeld. Het is rustig, het blijft bewolkt. En we krijgen dus in plaats van een witte, een grijze kerst. En voor wie hoopt op een witte kerst in de Alpen, kijken we nog even naar de sneeuwhoogte. Het wordt werkelijk adembenemend mooi weer in de skigebieden. Alleen in het dal ligt nog niet veel sneeuw, maar boven de 1500 meter kan daar prima geskiet worden.
We beginnen in Oostenrijk. Vooralberg 20 in het dal, 45 hoog. Tirol 10 centimeter in het dal, 30 centimeter op de hoge pistes. En Salzburg 5 centimeter dal en 45 centimeter hoog. Zwitserland dan. In Wallis ligt in het dal helemaal niets en op de hoge pistes 20 centimeter. Bern 10 centimeter in het dal en 60 hoog. En Graubünden 20 centimeter in het dal en 75 centimeter op de hoge pistes. En Frankrijk tot slot. In de Haute-Savoie 10 centimeter in het dal en 1 meter in het skigebied. Savoie 20 in het dal en 35 op de hoge pistes. En in Isère ligt 10 centimeter in het dal en 50 centimeter in het skigebied. En voor informatie over de overige skigebieden kunt u bellen met 0900 9877. Verkeersinformatie dan, Marco Bakker. Marco, goedemorgen. Femke, goedemorgen. Vier files staan op de volgende wegen. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maas en Vinkeveen 10 kilometer. En de andere kant op tussen Oudekerk aan de Amstel en Holendrecht 2. En beide files komen door een eerder ongeval. En door de file op de A2 kom je ook in 2 kilometer vast te staan op de A9 voor het knooppunt Holendrecht. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan is er nog een afsluiting. Op de A12 is vanuit Utrecht de afrit Ede in verband met een ongeval afgesloten. En wilt u op de hoogte blijven van de actuele verkeerssituatie, dan kunt u bellen met 0900 8855. En weer terug naar jou, Femke. Marco, dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending. Zometeen zijn we er weer met de volgende punten. Amerikaanse mariniers aangeklaagd wegens bloedbad in Irak. Prijsvechters zijn schoner dan de grote luchtvaartmaatschappijen. En een doorbraak in het onderzoek naar de moord op 5 prostituees in Ipswich. Dat en nog veel meer zometeen na de reclame. Graag tot dan. Als dat niet lukt, alvast een goed weekend en heel fijne kerstdagen.